Monique is er nu nog van ontdaan. 12 kinderen rijgen chips en snoepkettingen aan elkaar tijdens het verjaardagsfeestje van haar dochtertje. Dan worden er vanuit een rijdende auto kogels afgevuurd op de zwager van Monique. Hij staat dan op de oprit bij het huis. Hier is de kogel op afgeketst die dan gericht moet zijn geweest voor mijn zwager. Want waar stond uw zwager? Tussen de auto en de brievenbus, zeg maar. Hij heeft dus maar ternauwernood kunnen ontsnappen aan de kogel. Wonder boven wonder raakt er niemand gewond. Even later wordt de schutter opgepakt in de Arnhemse wijk De Geitenkamp. De man die beschoten is, wil niet voor camera reageren. Wel vertelde hij dat hij al 3,5 maand lang wordt gestalkt door de schutter. Zo zou de man hem hebben bedreigd met een schep en met een cirkelzaag. En het zou allemaal gaan om zijn ex. De schutter kon het niet verkroppen dat de vrouw er met zijn kindje vandoor is gegaan en nu een nieuwe vriend heeft. De politie bevestigt dat dit ook naar voren komt in het onderzoek, maar wil er verder niets over kwijt. De kinderen op het verjaardagsfeestje merken volgens de moeder van de jarige niets van de schietpartij. 3 kwartier daarna waren er wel wat Keynesiadders van, goh, waarom is er eigenlijk politie in de straat? En toen hebben de kinderen uitgelegd van, ja, er is wat in de straat gebeurd, maar dat is al klaar. Het wapen van de dader is in beslag genomen en de politie onderzoekt hoe hij aan het wapen kwam. Dat is een hele goede vraag. Volgens nog lijkt het er niet op dat de man een wapenvergunning heeft. We gaan toch even kijken of dat hij al dan niet bevoegd was of dat hij een wapen op zak mocht hebben. De verstoorder van het kinderfeestje zit voorlopig nog 24 uur vast. S'avonds hebben we de verjaardag wel weer voortgezet, maar het was dan toch, het is anders.